Ben je trots op jezelf? Ja, zeker, zeker, zeker. Toch wel. Breda Nu. Op 25 en 26 juli heeft Karin de Leeuw uit Bavel 24 uur lang gerold in haar rolstoel om geld op te halen voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Haar actie is specifiek gericht op de spierziekte HMSN, waar haar man aan lijdt. Omdat dit een minder bekende ziekte is, wordt hier ook automatisch minder onderzoek naar gedaan. En daar hoopt Karin verandering in te brengen. Hoeveel kilometer heb je afgelegd de afgelopen 24 uur? 136 kilometer. En waar ben je allemaal geweest? Door heel Bavel. Door heel Bavel? Helemaal aan de buitenrand van Bavel hebben we aardig wat stukken gepakt. Een rondje van 15 kilometer. Wat was het zwaarst? Want ik hoorde jou iets zeggen over vannacht 5 uur. Ja, 5 uur, wat begon het te regenen. En toen kregen we allebei een dipje. En begonnen allebei te gapen. En ja, dan wordt het lastig. En dan, je geeft niet op. Je geeft niet op voor de ander. En de ander geeft niet op voor jou. Dus ja. Een sterk team. En hoe is uw coach meegegaan? De eerste 3 ronden is meegerend. En daarna is ze op de fiets, op de mountainbike meegefietst. Hoe hebben jullie getraind afgelopen jaar, afgelopen periode? Karin is heel zelfstandig. Die hoef ik eigenlijk niet zo heel veel te laten doen. Ze weet heel goed wat ze wil. Het enige wat ik heb gedaan is de juiste schema's, juiste oefeningen. En de morele steun de afgelopen 24 uur. En train je dan zelf mee? Of hoe gaat dat? Sta je dan een soort van aansporen? We doen de oefeningen wel samen doornemen in het trainingsschema. Dat ze weet hoe de goede techniek is. En ik zorg dat de techniek ook goed blijft. Dus af en toe even opnieuw doornemen. Of bijsturen. Ze heeft me ook een keer uitgedaagd om zelf met een rolstoel mee te gaan rijden. Dat vond ik, was voor mij helemaal nieuw, maar dat gaf mij wel een enorm goed beeld wat voor spieren zij gebruikt. Dus dat heb ik uiteraard gedaan. En daar is dan eventueel het trainingsschema weer op aangepast. En hoeveel train je nou per week of zo? Karin traint echt iedere dag. Ja, is heel consequent. De ene dag ging ze rollen, de andere dag ging ze in de sportschool, ging ze oefeningen doen. Ja, petje af. Ben je tevreden? Ik ben hartstikke tevreden. Ben je trots op jezelf? Ja, zeker, zeker, zeker. Toch wel. Ja. Deze topper. Trots op je. Breda Nu.